Welkom in Den Haag. We gaan weer de jaarlijkse Haagse literatuurprijzen uitreiken. De jury van de Jan Kampert Stichting heeft 3 prachtige boeken en 1 imposant oeuvre gevonden om te bekronen. De wethouder voor cultuur, Robert van Asten, weet wie de laureaten zijn. Wethouder van Asten reikt de Haagse literatuurprijzen normaal gesproken uit op een feestelijke middag in een vol theater. Maar dit jaar reiken we de prijzen begrijpelijkerwijs online uit. Ik zoek de wethouder op in het stadhuis van Den Haag. Hey. Hi. Robert van Asten, u bent wethouder voor onder meer het Haagse literaire leven. Onderdeel van de rijke cultuur in deze stad. En mensen vergeten het nog wel eens, maar Den Haag heeft een grote literaire geschiedenis. Absoluut. Je denkt natuurlijk gelijk aan Couperus, aan Yvonne Kuls, aan Alfred Burney als beroemde schrijvers van deze stad. Maar we hebben ook prachtige bibliotheken en musea over letteren. En natuurlijk hebben we onze literatuurprijzen. Dat laatste lijkt mij een gouden randje aan uw werk. Ja, absoluut. De jaarlijkse uitreiking van de literatuurprijzen die verbonden zijn aan schrijvers van Den Haag. Dat is wel heel bijzonder. En natuurlijk ook bijzonder is dat we dat al 75 jaar doen. En dat de prijzen 75 jaar bestaan. En daarmee ook de Jan Kampert Stichting 75 jaar bestaat dit jaar. Dus extra reden tot feestelijkheid. En allerlei felicitaties. Voor wie zijn al deze oorkondes dan eigenlijk bestemd? De eerste prijs die we hebben, de Jan Kampertprijs voor poëzie, die gaat dit jaar naar Misha Andriessen. Ik neem hem meteen van je aan, want die ga ik bezorgen. En dan gaan we snel door naar de volgende prijs. En dat is de Nienke van Hichtenprijs voor jeugdliteratuur. En die is dit jaar gewonnen door Erna Sassen. Dankjewel. Ja, en dan de derde prijs, de F. Boordewijkprijs. En die gaat dit jaar naar Marieke Lucas Rijneveld. Ik krijg er maar druk mee. Ja, en tot slot hebben we dan nog de vierde prijs. En dat is de Constantijn Huygensprijs, onze oeuvreprijs. En die gaat dit jaar naar Peter Verhelst. Te gek. Ik ga zorgen dat ze het krijgen. Ik wil alle laureaten van harte feliciteren met hun prijzen. En veel plezier in Den Haag. Dankjewel, gaat lukken. Door Den Haag op zoek naar onze laureaten. Hier in het Kunstmuseum heb ik afgesproken met Misha Andriessen, de winnaar van de Jan Kampertprijs voor poëzie. We ontmoeten elkaar in het prachtige gebouw van Berlage, omdat dit een paar jaar terug nog zijn werkplek was. Misha, gefeliciteerd allereerst. Deze ga ik aan jou geven. Ik ben zeer verguld dat ik die aan jou mag overhandigen. Dankjewel. Hoe is dat? Fijn, heel fijn. Ja. Mooie prijs. Kijk eens hier, winnaar van de Jan Kampertprijs. Ik ga het boek even laten zien waarvoor je de prijs gewonnen hebt. Je hebt de Jan Kampertprijs gewonnen voor de beste dichtbundel van de Haagse Literatuurprijzen. Dat wordt georganiseerd door het Literatuurmuseum. Maar eerst even dit, waarom we op deze plek zitten in het museum in Den Haag. Hoe komt dat? Ik heb heel veel met kunst. Ik ben opgegroeid in een kunstenaars gezin. En ik schrijf over kunst. En op die manier ben ik hier ook een keer als schrijver in residentie terechtgekomen. Als schrijver aan huis van het toen nog gemeentemuseum. En heb ik hier een maand of 6 rondgelopen. Tentoonstellingen bezocht, maar ook gewoon in de archieven gezeten en in het depot en af en toe daar gedichten over geschreven. Ik heb ik denk 14 of 15 gedichten toch in die tijd wel naar aanleiding van werken of tentoonstellingen hier geschreven. Ja. Want 14, 15 gedichten in een half jaar tijd is een goede oogst voor een dichter. Dat zou ik normaal gesproken zeggen. Dit is een bewijs dat het ook nog anders kan, maar meestal is het een hele goede oogst, ja. Want nu even dit, het Drogsyndicaat, jouw bundel. Een kloeke bundel, als ik dat woord mag gebruiken. Allereerst de titel, het Drogsyndicaat. Dan denk ik aan
drog of bedrog of een drogredenering. Waar komt de titel vandaan? Ja, dat is een samenspel van allerlei dingen. Maar het ging, wat me het meeste aantrok, is dat drog zit in drogbeeld. Dus dat is hetzij een valse mening, hetzij een hersenschim of iets wat niet bestaat. En het zit inderdaad in drogreden, een argument dat een argument lijkt, maar het niet is. Als je dat googelt, kom je opmerkelijk vaak bij Mark Rutte uit. Overigens, maar en dat de drogreden valt weer samen met de cirkelredenering. En een cirkelredenering werkt omdat een cirkelredenering werkt. En dat gaf me een heel mooi idee voor de structuur in de bundel. Dus ik had op een gegeven moment het idee opgevat om het over Naama, Noach en hun kinderen, het verhaal van de ark, de zondvloed, te hebben. Maar dan heb je al heel veel stemmen en ik dacht, hoe ga ik dat dan vormgeven? En die cirkelredenering die komt in zoverre terug dat het begint met het gedicht Omega, dat eindigt met een regel en dat is weer de eerste regel van het slotgedicht dat Alpha heet. En ik denk als je de laatste regels van dat gedicht leest en je zou weer opnieuw beginnen, dat het gewoon weer doorleest. En je zult zien dat veel gedichten beginnen met het woord en sommige eindigen met het woord en. Dus er zit de hele tijd zo'n soort doorgaande vorm in. En wat mij daarin aantrok was natuurlijk ook dat het gaat over mensen die in iets geloven. Maar in hoeverre is dat geloven ook een vorm van jezelf wijsmaken? En hoeverre blijf je niet in dezelfde tred doorgaan? En dat heeft natuurlijk weer te maken met het soort milieuverhaal wat op de achtergrond speelt van blijven we niet op een bepaalde manier functioneren, terwijl we eigenlijk wel weten, we moeten het heel anders doen. Houden we ons niet vast aan een redenering, aan een waarheid, aan een beeld die misschien aan vervanging toe is. Dus dat speelt allemaal op een bepaalde manier een rol, ja. En is dat ook hoe je op het verhaal van Noach kwam in de zondvloed? Door de zorgen om onze leefwereld? Nee, ik zou theater gaan maken. Dat was eigenlijk mijn idee. Dat kon niet door corona onder andere. En daarvoor had ik het idee om iets met Noach te doen. En eigenlijk was mijn aantrekkingskracht Noach in eerste instantie dat ik iets wilde. Iemand die iets groots gedaan heeft en die denkt, heb ik het... Desondanks heb ik het goed gedaan. En gaandeweg, toen ik die verhalen echt ging lezen en daarover ging lezen en verfilmingen ging zien, en raakte ik veel meer geïntrigeerd door een heleboel andere aspecten. En vooral, wat ik me nooit gerealiseerd had, is dat ik me dan wel in het meeste geval tot de Statenvertaling gericht, dat het zo opmerkelijk gek verteld is eigenlijk. Dus dat waarvan je zou denken, dat is interessant om te vertellen. Wat gebeurt er als je in een zondvloed zit en de hele wereld op zijn kop staat? Dat gaat in drie regels. Is het voorbij? Dan zijn ze wel weer heel specifiek over de afmetingen van de ark en over hoe lang het duurt dat een duif wegblijft en dat soort dingen. Wat ik me nooit gerealiseerd had, of nooit zo gerealiseerd als is... De schepping is net begonnen, we zitten voor in het boek Genesis en die wordt al uitgewist. Maar niet helemaal, dus je hebt die uitspraak, God dobbelt niet, maar hier neemt hij of zij dan toch een soort gok. Van, er is geen enkele motivatie waarom Noach en zijn gezin dan wel mogen overleven. Dus dat intrigeerde me. Het gaat over het voortbestaan van de mensheid, maar geen een van de vrouwen wordt in dat verhaal überhaupt bij naam genoemd. Dus dat intrigeerde me. En misschien wel het allermeest. Dan hebben ze het gehaald. Dan komen ze aan land. Dan kan het nieuwe bestaan beginnen. Dan laat Noach zich binnen de kortste keren gaan. Zuipt zich een stuk in de kraag. Kleedt zich uit. Wordt door een van zijn zoons aangetroffen. Die moet daarom lachen. En daar kan hij zich niet overheen zetten. En hij verbandt die zoon. Dat vind ik dus zo'n onbegrijpelijk iets dat me dat heel erg fascineert. En die figuur, die zoon, die Gam,
die dan in het verhaal wordt weggestuurd, die krijgt in mijn boek dan ook een soort rol als degene die zich het meest tegen de gangbare redenering verzet. Dat is eigenlijk wat het gaandeweg geworden is. Volgens de jury heb je een heel eigen taalidioom. Ik moet even citeren wat ze nou precies zeggen. Waarmee je een wereld weet op te roepen die tegelijk de geschiedenis en het nu belicht. Niet alleen in de titel, het Drog-syndicaat, maar ook in de bundel gebruik je af en toe best archaïsche woorden. Wepelen, weiden. Daar stond nog geen ezel in. Verspocht. Waarom is dat? Dat heeft een aantal redenen. Het is, we vinden het in de eerste plaats natuurlijk gewoon mooi. In de tweede plaats creëert het een bepaalde sfeer die tussen die tijden komt te hangen. Dat vind ik interessant. En in het derde geval heeft het ermee te maken omdat ik veel dezelfde personages, in zekere zin een soortgelijke scènes schrijf. Loop je het risico dat je heel veel dezelfde soort woorden zou gebruiken. Dus daar moet ik iets op verzinnen. Nou is het niet zo dat dan elk synoniem, elk woord maar past. Ik geef sinds een tijd les op de schrijversvakschool. En in de eerste les confronteer ik mijn studenten altijd met een uitspraak van de Italiaanse filmmaker Pier Paolo Pasolini. Die zegt, een stoep is nooit een trottoir. En dat betekent, een woord heeft altijd een andere klank, een andere ritme, een andere betekenis, een andere sociale betekenis soms, ander uiterlijk. Dus je kunt niet alles zomaar inwisselen. Dus dat is een enorm, dat is misschien in die gedichten de grootste zoektocht van welk woord past. Maar ja, als bijvoorbeeld een woord leeg in een bundel talloze keren voorkomt, dan wil ik dan toch wel graag af en toe een ander woord zoals wepel daarvoor in de plaats hebben. En het heeft er misschien ook wel mee te maken, wat veel mensen moeilijk vinden in poëzie, is dat de kwestie van het begrip, van het direct rationeel begrijpen. Eigenlijk is het mooiste of het fijnste als je je even mee laat voeren en je niet alles afvraagt van wat het direct betekent. En zo'n woord als wepelen wij, je hebt er toch wel een voorstelling bij, ook al weet je niet misschien of het leeg is of iets anders. Dus dat creëert misschien zo'n effect ook nog wel. Ja. Zullen we er nog eentje lezen? Dan maak je mij heel blij en hopelijk ook de mens thuis. Beest. Een tijd lang had het hem goed gedaan in het holst van de nacht op te staan. En alleen op de kade naar het donker op te kijken. En de sterren weer te zien, die zo lang zijn koers hadden bepaald. Hij had de naam aan allen op de ark geleerd. En op de vele ogenblikken dat zij de wanhoop nabij waren geweest. Had louter de herhaling van die benamingen. Stilpan, Ossenhoeder, Kleine Beer. Hem en de anderen. Uiteindelijk gekalmeerd. Elke nacht dacht hij zich met liefde in dat er nauwelijks meer van zijn toenmalig leven gebleven was dan dit. Een paar punten licht en de mogelijkheid, steeds weer, ze te verbinden. Een lijn te zien, die voor ieder die omhoog keek tegelijkertijd zichtbaar was. Steeds weer dezelfde vorm had. Ook al had Naama de grote beer altijd verwisseld met de kleine, lukte het Gam aanvankelijk niet de polster te zien. Wat, bedacht hij later, waarschijnlijk een list was. De macht van een zoon over zijn vader. Om in het moment te blijven. De tijd te snel af te zijn. Door getwee eindeloos te kijken. Naar wat een verweerde vinger ver weg aanwijst. Poëzie als een mogelijkheid een paar punten licht met elkaar te verbinden. Misha, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd met je prijs, man. Graag gedaan, dankjewel. In het gloednieuwe onderwijs- en cultuurgebouw aan Mare heb ik afgesproken met Erna Sasser.
Zij begon als theatermaker, werd bekend als actrice en nu is ze succesvol auteur van jongerenliteratuur. Zij krijgt de Nienke van Hichtenprijs voor het beste jeugdboek. Ik ontmoet niet alleen Erna, maar ook de kunstenaar Martijn van der Linden. Hij heeft een bijzonder aandeel in dit boek. Hallo, echt gefeliciteerd. Deze is voor jou, ik wil eigenlijk zeggen voor jullie. Voor ons, ja. Want het is jouw oorkonde, maar jullie boek. Ons boek, absoluut. Ja, ja. En is het bedoeling dat ik hem nu open maak? Je mag hem nu openmaken. Wauw, het is wel een mooie, zeg. Nienke van Hichten. Hoe is dat? Ja, mooi. Ja, tof. Ben je wel eens vaker genomineerd geweest voor iets? Genomineerd? Ja, ja, ja. En gewonnen? Eén keer gewonnen, hè. Met de gouden lijst. Ja, gouden lijst. Met er is geen vorm waarin ik pas. Ja. Ja. Wint het? Nee. Maar dit is wel echt tof, hoor. Jullie hebben de prijs voor Zonder Titel. Waar gaat het boek over? Het boek gaat over Joshua. Joshua is de hoofdpersoon. Hij is een jongen die heel erg goed kan tekenen. En daar had ik meteen Martijn voor nodig. Joshua is iemand die zijn gevoelens uit door te tekenen. Ik zal eerst even vertellen waar het over gaat. Hij belandt in een 3 VMBO-klas. Hij komt van de HAVO, hij belandt in een 3 VMBO-klas. En dan belandt hij in een klas met jongens, van die ruige hangjongeren. En in eerste instantie heeft hij daar echt een heel erg vooroordeel over. Maar gaandeweg blijken die jongens wel heel leuk knullen te zijn. En zijn redding is eigenlijk dat Sergio, de hoofd van de gang, die valt voor zijn kunst. Die pikt aan het begin van het boek zijn schetsboekje en dan is hij ook heel kwaad en zo. Maar Sergio valt echt voor die geweldige kunst die Martijn dus verbeeldt. Ik verbeeld de stem van Joshua in woorden en Martijn in zijn beelden. Er is nog een verhaal naast en dat gaat over Sivan, het meisje waar Joshua mee opgegroeid is. Zijn soulmate en zij is in Nederland opgegroeid en net niet geboren, maar wel opgegroeid. En op haar 13e wordt haar vader, wil haar terug hebben naar zijn eigen cultuur. En dan moet zij terug naar Irak, omdat zij te veel verwestert. Misschien wil je een stukje voorlezen voor ons, zodat we een beetje een idee krijgen van de toon van het verhaal. Oké, ik lees dan wel het stukje voor wat ik net helemaal heb verteld. Sorry. Oké. Alles gaat fout. Die klootzak van een Sergio pakte mijn schetsboek af. Het was gelukkig niet het boekje met naakten. Ik ben wel zo slim om dat thuis te laten. Het was die dikke, met de slappe kaft van Leonardo da Vinci. Mijn mooiste, bijna vol. Alles gaat fout. Ik wist natuurlijk vanaf het moment dat ik in deze kutklas werd geplaatst, dat ik een keer gezeik zou gaan krijgen met Sergio, aanvoerder van een groep kansloze hangjongeren. Grote bek, grote spieren en maximaal aantrekkelijk voor de meiden vanwege zijn arrogante kop en zijn gejatte scooter. Regelmatig aan het mat op het schoolplein, duidelijk zichtbaar voor de schoolleiding die niks tegen hem durft te ondernemen. Ik wist dat ik bij hem uit de buurt moest blijven, deed ik ook. Maar Sergio zelf blijft bij niemand uit de buurt. Vanaf dag 1 houdt hij mij al in de gaten. Ik zit hier sinds 2 weken. Cum laude overgegaan van 2 HAVO naar 3 VMBO. Mocht zelf kiezen of ik die tweede over wilde doen of een razendsnelle doorstart wilde maken op het VMBO. Daar hoefde ik natuurlijk geen seconde over na te denken. Doe mij maar het VMBO, zei ik tegen mijn vader. Hoe korter, hoe beter. En dat ik niet begreep waarom ik niet meteen in groep 8 voor het beroepsonderwijs had gekozen. Dat begrijp je heel goed, zei mijn vader, want dat had met Sivan te maken. Ja, dankjewel pa voor het helpen herinneren. Sivan, zij ging naar de HAVO. Ben je homo of zo dat je de hele tijd in dat boekje zit te schrijven? Sergio rukte het schetsboekje onder mijn handen vandaan. Ik had hem niet aan horen komen. Het was een tyfusherrie in de kantine en ik had mijn nieuwe noise cancelling koptelefoon op. Nee, hoezo, zei ik in een reflex, niet in staat tot enige vorm van verzet. Daar ben ik nog het kwaadst om, dat ik niet gewoon zei, ja, ik ben een homo en wat dan nog, eikel? Niet dat ik homo ben, maar het gaat om het principe. Geef mijn boek terug, dat zei ik nog wel. Beetje schraal. Meer vanwege het gezichtsverlies dat ik niet wilde lijden dan vanwege de hoop het ooit nog terug te zien. Je krijgt het terug als ik het uit heb, zei Sergio, King of the Jungle. Kan jij lezen dan, vroeg ik, terwijl ik zo beheerst mogelijk een schrift uit mijn rugzak haalde om daarin verder te tekenen.
Als antwoord gaf hij me een dreun op mijn kop met het schetsboek. Zivan, waarom lees je mijn berichten niet? En die schetsen uit dat schetsboekje, die staan in het boek. Dat zijn dus geen klassieke illustraties, maar de schetsen van de hoofdpersoon. Hoe gaat zo'n samenwerking? Nou, we hebben natuurlijk gepraat van tevoren over wat voor richting we op zouden gaan. En we kwamen al snel tot de conclusie dat de hele uitstraling van dit boek schetsboek moest zijn. Dus dat als je het idee hebt, dat je als je het leest, dat je echt het idee hebt dat je door zijn schetsboek heen bladert. En dat hebben we ook steeds aangehouden. Dus soms wilde ik wel eens iets laten zien of wilde jij wel eens iets, maar dan kon dat niet. Want ik kan niet zomaar scènes laten zien in deze opzet. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Alles is getekend alsof Joshua het getekend heeft. Ja. Ja, je praat nu heel vanzelfsprekend, want jullie kennen elkaar dus al, maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen in de samenwerking hiervoor al een keer? Of hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, we hebben samen een kinderboek gemaakt, een Indiaan als jij en ik. En dat heeft Martijn zo mooi had hij dat gemaakt. Zo mooi zelfs dat bij de uitgeverij dachten, nou dan gaan we er ook een kleur in doen en dan gaan we ook heel mooi dik papier gebruiken. Het werd echt een hele prachtige uitgave. En daardoor, door hoe Martijn dat had gedaan, omdat zijn illustraties mij altijd heel erg ontroeren. En dat vond ik zo'n fijne aanvulling op hoe ik schrijf, want ik schrijf ook vrij snel. En soms bij mezelf denk ik, nou maar eens. Martijn kan daar echt door zijn beelden stilte en die ontroeringen aanbrengen. Dat vind ik ook bijvoorbeeld bij dat eerste hoofdstuk meteen al. Weet je, zoals Joshua, die is best kwaad en die heeft een soort, woede, veel woede in zich. En dan als Martijn, die maakt dan meteen zo'n hele zachte illustratie van dat meisje erbij. En dan hij maakt zijn gevoel, weet je wel. Dus ik dacht, ik wil Martijn erbij. Of Martijn is Joshua gewoon. Ik was eigenlijk door hem zo geïnspireerd. Ik dacht, ik ga over zo'n jongen schrijven. Omdat hij een andere kant van Joshua kan verbeelden. Die stilte en die ontroering, dat heeft hij gewoon supermooi gedaan. Nou, dat was ook lekker omdat je natuurlijk in deze opzet overal mee wegkomt. Want het zoeken wat ik normaal doe voordat ik ga illustreren, dat was nu al het illustreren. Want ik kon gewoon zelf een beetje kijken wat ik ging doen. En had ik een schetsje wat een beetje misging, kon die er eigenlijk ook zo bij. Want dat was dan een zoektocht van Joshua. Dus dat was heel fijn om te doen. Ik heb ook eens een keer ergens teruggelezen dat iemand zei van Martijn kan echt goed tekenen alsof een 15-jarige het heeft gemaakt. Nee, toen dacht ik, oké, dankjewel. Nee, Martijn, dat was het NRC, dat heb ik ook gezien. Dat ging over dat je zoveel stijlen gebruikt en dat het daarom, ze formuleerden het heel mooi, dat het daarom geloofwaardig was dat een 15-jarige dat zou hebben gemaakt. Ja, maar En leest Martijn dan mee? Illustreer je per hoofdstuk of krijg je eerst het hele verhaal? Nee, Erna heeft het hele verhaal eigenlijk. Nou, we hebben wel van tevoren heb je wel verteld aan mij van wat het ging worden en zo. En of ik deze aanpak die zag zitten en zo. Daar hebben we over gepraat. Maar ik ben volgens mij pas echt begonnen toen het helemaal er lag. Hè? Maar jij zei ook dat je dat graag wilde, ja. Dat ik het verhaal maakte. Maar ik deed wel elke keer, omdat ik wist dat hij het ging doen, deed ik elke keer als ik dacht, en nu moet er iets komen, dan deed ik Martijn met een vraagteken. Ja. En sommige hoofdstukken zijn ook door Martijn gemaakt gewoon. Bijvoorbeeld nadat hij heel verdrietig is over Dylan, over het zusje van Dylan, maakte jij die wolf in de sneeuw volgens mij. Ja. En die, weet je, dan, ja. Maar volgens mij, ik weet niet of het bij deze was, maar het kan heel goed dat jij hier gewoon hoofdstuk 31 Martijn vraagteken, hoofdstuk 32. Ja, volgens mij was die wel opengelaten, zeg maar. Precies. Ja. En dan hebben jullie nog een hoofdstuk zonder tekst, hoofdstuk 44, met deze wolf. Martijn, wat wilde je daarmee zeggen? Nou, als je het verhaal leest, dan kom je erachter dat Joshua zich heel erg vereenzelvigt met een wolf. Hij is een wolf. En Zivan is een geitje. Hoe dat zit, dat moet je lezen. Maar dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dus heb ik de wolf, wat Erna in tekst doet, heb ik de wolf gebruikt als de verbeeldenis van hoe hij zich voelt. Dus daar gaat het niet goed met Joshua, want dat is een soort dode wolf, bijna dode wolf. En er is er ook eentje die echt neergeschoten is en zo. En een hele woeste wolf. Het geeft echt weer hoe Joshua zich voelt, hoe het met hem gaat. Dus vandaar op die plek alleen maar het gaat niet goed. Dat is eigenlijk wat dat hoofdstuk zegt. Wat mij ook opviel is dat zoiets ontstaat dan dus niet in één keer als ik naar jullie luister. Dus dit zijn dan verschillende schetsen en uitprobeertjes die je naast elkaar zet. Maar Zivan is ook heel vaak niet met haar gezicht te zien.
Had jij dan eerst geschreven, ik teken haar vaak niet met haar gezicht, zodat ze iedereen kan zijn, en daar volgt Martijn in? Hij houdt heel erg eigenlijk van onafgemaakte, ik ook, van schetsen. Hij houdt heel erg van onafgemaakte dingen. Ook omdat daar nog een belofte in zit. Dus dat was wel al bekend, zal ik maar zeggen. Maar ja. Nou, en in het boek is hij ook gewoon aan het tekenen, zoals iemand die beter wil worden en zo. Hij is aan het oefenen met houdingen en dat soort dingen. Dus dan gaat het ook niet over het gezicht. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen, dat als je Sivan daar in je kamer zit ergens en je gaat Sivan tekenen, dat gewoon echt puur gaat om hoe zit ze erbij. Dus ik denk dat dat ook niet overal even belangrijk is, dat je haar gezicht ziet. Voor hem ook niet. En voor het boek ook niet. Dit mag je natuurlijk nooit vragen, maar ik doe het toch. Martijn was de inspiratie voor Joshua. Ja. Ik was toch heel erg benieuwd wie nou de inspiratie was voor Sivan. Ja, dat is een meisje. Ik kende haar via een vriendin. Ze is een pleegdochter van een vriendin. En mijn vriendin vertelde dat verhaal over Sivan. Ik noem haar even Sivan. Omdat zij nog... Het is niet veilig voor haar als ik haar echte naam zou noemen. Dus dat is letterlijk een verhaal van de pleegdochter van mijn vriendin. En ik vroeg mijn vriendin, goh, mag ik dat gebruiken? Want ik wilde een liefdesverhaal bij Joshua. En zij zei, ja, dat mag, want dit is niet een op zich staand verhaal. Het gebeurt nog heel veel. Dat blijkt ook uit het boek van Lale Gül bijvoorbeeld. Weet je wel, hoe die meisjes die hier in het Westen opgroeien, en hoe ze dan toch, als ze dan vrouw worden, opeens toch in die cultuur van die ouders verstrikt raken. Of dat die ouders willen van hup, terug naar... Want dat voelt voor hun natuurlijk oncomfortabel. Maar en mijn vriendin zei, dat komt heel veel nog voor. En daar was ik behoorlijk geschokt door. Dat je dus boos wordt om dat wat die meisjes dan door moeten maken. Dus dat is wel mijn drijfveer dan. En omdat je zo fijn antwoord geeft op vragen die ik eigenlijk niet mag stellen, ga ik er nog eens vragen die ik niet mag stellen. Zijn jullie al bezig met een volgend boek? Ja, dat is bijna af, dat is niet waar. Maar ik heb het gepland dat het dat eind dit jaar een vervolg op... Zonder titel? Zonder titel, met dezelfde personages. En het wordt misschien wel een trilogie, tenminste dat is mijn bedoeling. Heeft het al een titel? Ja, maar dat kan ik niet zeggen. Martijn, jij weet het weer ook geen titel. Ja, weer geen titel. Nee, ik krijg wel een titel, ja. Dan kijk ik heel erg uit naar jullie volgende samenwerking. Weer geen titel. En feliciteer je nog één keer van harte met jullie prijs. Super, dankjewel. Dankjewel. Bij de Tweede Kamer, het hart van de Nederlandse democratie. En ik ben onderweg naar het Literatuurmuseum, het altijd kloppende hart van de Nederlandse literatuur. Het Literatuurmuseum organiseert de uitreiking van de jaarlijkse Haagse Literatuurprijzen. Ik heb hier afgesproken met Marieke Lucas Reineveld. Hij krijgt de F. Bordewijkprijs voor zijn roman Mijn Lieve Gunsteling. Gefeliciteerd met de F. Bordewijkprijs. En ja, de bijhorende oorkonde. Ja, dan ga ik hem even openmaken. Een heel mooi lintje. Wauw. Een echte oorkonde. Ja, een echte oorkonde. Nee, ik heb nog niet zo'n mooie oorkonde gehad. En ja, een enorme eer om zo'n prachtige prijs te ontvangen. Ik heb zo'n mooi plankje in mijn huis. En daar staan dan het prijsplankje. Dus daar komt hij mooi bij. Zo jong en al diverse grote prijzen, waaronder dus de F. Bordewijk. Wint het al? Nee, gelukkig niet. Nee, het blijft echt... Ja, dit is ook een enorme eer dat ik deze prachtige prijs mag ontvangen. Maar nee, ik heb er nog geen genoeg van, hoor. Ben je ermee bezig als je een boek schrijft met of het een prijs gaat winnen? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Ik fantaseer wel, als het in me af is, dan fantaseer ik wel wat ermee kan gebeuren. Maar tijdens schrijven doe ik dat niet, want dan zit het me in de weg. Maar ik heb altijd wel, wat ik wel heb, is een publiekje in mijn hoofd. Een heel leuk publiekje. Niet bij ieder zin, maar wel soms na een hoofdstuk dan staat te applaudisseren. Net zoals dat je bijvoorbeeld gaat hardlopen en dat je denkt van dat om de hoek dan iemand staat en die gaat dan klappen als je aankomt.
Nou ja, dat heb ik dus bij als ik een mooie zin of een hoofdstuk heb afgerond. En is dat een anoniem publiekje of zijn ja, er mensen... Oh, dat is nee, het is wel redelijk anoniem. Ja, soms zit iemand tussen die ik dan wel ken, die dan heel vriendelijk is. Maar ja, het zijn vaak anoniem mensen die ik dan... En dat is heel, het is heel leuk. Dat is aanmoedigend. Zo, ja. Maar op het prijsplankje voor dit boek staat volgens mijn informatie ook... De beste zin van Zoom. Dat is een hele goeie. Ja, die beker die moet ik nog steeds... Ik krijg dan zo'n beker voor die zin, die moet ik nog ontvangen. Want het is door corona kon het allemaal niet. Maar dat klopt, ja. Die komt er ook nog bij. En dat is vol. Een zin, ik geloof dat je een euro krijgt per woord in de zin. Ja, ja, ik had hem achteraf, dacht ik, had ik hem dan maar langer gemaakt. Maar ik krijg een euro per zin. Dus het is volgens mij iets van 67. Zeker, ik heb ze geteld. 67 woorden. Want het is de eerste zin van je boek. Ja. Ja, en dan komt toch de vraag, zou je die dan alsjeblieft willen voorlezen? Ja, natuurlijk. Het is het begin van je roman Mijn Lieve Gunsteling. Lieve gunsteling, ik zeg het je maar meteen. Ik had je in dat stijlorige hoogseizoen als een sfeer met een hoefmes uit de klauwlederheid moeten verwijderen. Ik had ruimte moeten maken bij de tussenklauwspleet, zodat mest en vuil tussenuit zouden vallen en niemand je kon infecteren. Misschien had ik je enkel wat moeten pellen en bijschaven met de slijper. Je moet reinigen en droog wrijven met dat zageling. Wauw. Het begin van je roman, volgens de jury, en daar ben ik het hartgrondig mee eens. Vanaf het begin wordt de lezer meegevoerd op het ademloze ritme van wat niet minder dan een verslag is van een verzengende obsessie. Het boek is... geschreven vanuit het perspectief van een veearts, die inderdaad een goed gekozen woorden, verzengende obsessie ontwikkelt met een 14-jarige, denk ik. Ja, dat het 14-jarig is. Boerenmeisje. Ja. Dat klopt, je zit in het hoofd van een veearts. En vanuit hem beleef je zijn obsessie voor dat jongere meisje. En draaien om hen heen. Het is een soort macabere dans tussen de personages. Het is een woordenvloed. Kijk, nu heb ik net een punt. Maar er komen heel weinig punten in het boek voor. Heel onhandig voor mezelf als ik moet voorlezen. Maar dat zit wel in dat die veearts zo geobsedeerd is en maar doorgaat. En het is bijna een soort monoloog. Ik hoorde dat je na je eerste boek nog iets wilde met de veearts. Ja, nou ja, het was niet de bedoeling. Ik was op Koningsdag was ik bij mensen op bezoek en ik zat daar aan een tompoes, zoals je dat op Koningsdag doet. Natuurlijk. En die man die zei van, wat was dat met die veearts in de avonds ongemak? En ik was bezig met een ander boek, iets totaal anders, over de watersnoodramp. Met een boek in wording dus dan? Ja, tweede boek, het tweede boek zou moeten worden. En toen dacht ik, oh shit, ik ben met het verkeerde boek bezig. Het moet over die veearts gaan. Toen ben ik gaan fietsen en toen kwam eigenlijk dat eerste hoofdstuk, dus vanuit de veearts, dat kwam in mijn hoofd. En ik ben thuisgekomen en ik ben gaan zitten en ik ben niet meer gestopt. Ik heb het in een vaart geschreven en dat is... Ja, in 3 maanden stond het op papier. En ik heb er natuurlijk nog iets aan moeten veranderen, maar eigenlijk was het wel af. En als je zegt het eerste hoofdstuk kwam, bedoel je dan de toon of een beeld? Ik bedoel, ik had altijd het idee van, ik blijf vanuit het kindperspectief schrijven. Dat vind ik mooi, dat ligt me goed en die fantasie vind ik fijn. En natuurlijk heb ik nu alsnog over een kind geschreven of vanuit een kind. En die veertje is ergens ook nog een kind. Dus dat is... maar het is wel een 49-jarige man. En ik had niet verwacht dat ik dat zou kunnen. Ja. Maar doordat ik hem bijna werd... Ik was die veertje wat heel goed was voor dit boek... maar wat totaal onhandig was als ik daarna even naar de Albert Heijn ging... om een boodschap te doen. En dan was het heel onhandig om dan nog als veertje daar te zijn. Dus het was ook soms een beetje angstaanjagend om dit te schrijven. Omdat dat bewustzijn van het schrijven zo sterk is... dat je daar niet zo snel uit en makkelijk uitstapt. Nou, dat je zo'n rol dus... dat het bijna geen rol meer is. In het begin lijkt het nog wel heel... misschien is het wel voortdurend liefdevol... maar in het begin lijkt het ook nog wel onschuldig. Ja, ze zijn eigenlijk allebei op zoek naar iemand die hen ziet. En die hen echt ziet. En dat is wat ze delen. En zij zien elkaar. En... Dat is denk ik het mooie en het ook het
het meest duistere. Het lijkt soms alsof de verteller die kindelijke fantasie een onschuld toe-eigent om wat hij doet, een soort te vergoeilijken. Ja, nou, hij is zich heel bewust van wat hij doet. En dat zegt hij ook. Dat het niet goed is, maar hij kan het niet tegenhouden. Kijk, dit boek gaat niet over wat goed of fout is. Ik vind het veel interessanter om te kijken wat iemand brengt om zo ver te gaan. En wat iemand brengt om het zo ver te laten komen. Want het is ook vanuit haar natuurlijk. Ja. Hoe komt het dat zij het zo ver laat gaan? Ja. Dus dat vind ik veel interessanter dan dat je kijkt van ja, want we weten wat fout is. Hij heeft bijna het geweten is niet ontwikkeld. Dus dat is voor jou wat voor man het is. Wat is het voor jou voor meisje? Een meisje dat een enorme fantasie heeft. En dat verlangt naar gezien worden, naar beroemd worden ook. Ze droomt van om een grote muzikant te worden. Dat wordt ze ook. Ze wordt enorm beroemd. Ze krijgt een plaat, Keur 12. Maar zij groeit op in een gezin met alleen een vader en een broer. De moeder is afwezig, die woont ergens ver weg. En ze heeft een broer die overleden is. En dat zijn dan de verlatenen en afwezigen. Dus ze groeit op in een gezin met allerlei gebreken. En niemand die haar echt ziet. En dan komt er een veearts die dat wel doet. Ja. En dat maakt dat ze... Dat ze dat toelaat ook. Ik wist tijdens het schrijven had ik niet bedacht waar het heen zou gaan. Of niet bij sommige boeken bedenk je plot van tevoren. En ik moest me echt laten leiden door het verhaal. Het moest zich ontwikkelen. En daarin heb ik wel veel, vooral van de veearts, moeten begrijpen om te kunnen schrijven. En als jij zegt, ik moest het verhaal verkennen terwijl ik het schreef, bedoel je dan dat het je eigenlijk net zo overviel als dat het de lezer overvalt? Dat je dus niet wist wat het volgende was dat ging gebeuren totdat je dat schreef? Ja, klopt. Iedere dag als ik opstond en ik ging na het ontbijt en ik ging schrijven, dan ging ik verder met waar ik geëindigd was. En dan liet ik me leiden door waar het heen ging. En dat was soms een enge manier van schrijven, omdat je het niet in de hand had. Dus ik had ook niet die greep op die personages. Maar daardoor konden ze ook alle kanten opgroeien. En ik denk dat ik dat groeiproces heb gevolgd. Wat denk ik iedereen opvalt, wat het juryrapport opvalt, waarom je ook de prijs hebt gekregen, is die onstuimige, ongelooflijke vaart achter die zinnen. Kijk, die taal die ik gebruik en die... Kijk, dat is oeverloos. Het gaat maar door. En dat is typerend voor die veearts. Maar de taal is... Kijk, het is ook een hele belezen veearts. Dus hij citeert ook. Maar de taal is in hier daar ook bijbels. Ik ben opgegroeid met de Bijbel en ik neem daar heel veel. Ik heb daar heel veel uit meegenomen. Dus als ik praat, heb ik niet zo'n enorm taalgebruik. Maar als ik ga zitten en ik klap mijn laptop open, dan kan ik ineens in registers komen en dan bijna een beetje magisch. Kijk, de taal is zo mooi en ik wil ook dat gevierd wordt. Dus dit boek is ook bijna is voor mezelf ook een soort van taalfeest. In die zin dat ik echt op zoek ga naar hoe kun je iets het mooist en het best mogelijk beschrijven. En dat het bij het personage hoort. De onvermijdelijke vraag is natuurlijk ook, is er alweer een karakter uit dit boek waarvan iemand op een verjaardag of een koningsdag heeft gezegd, daar moet je wat mee? Tot nu toe wordt het op verjaardagen nog en Koningsdag nog vermeden. maar goed, ik ben met iets nieuws bezig. En ik weet dan niet of het altijd echt het derde boek gaat worden. Maar ik ben wel met iets bezig en dat is al heel, heel fijn. En, ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in om dat verder te schrijven. En, wel iets totaal anders, maar ja. En is het dan weer een onbeduidelijke woordenstroom? Of moet je nu wel Nee, het is wel iets, ja. Je moet echt werken. Ik kijk ernaar uit. Dankjewel. En ik hoop tot de volgende prijs. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. De
oeuvreprijs van de Haagse Literatuurprijzen is de Constantijn Huygensprijs. Dit jaar gaat hij naar de Vlaamse auteur Peter Verhelst, de schrijver van een imposant oeuvre. Theaterteksten, proza, poëzie, jeugdliteratuur, het zit er allemaal in. Peter, gefeliciteerd met de Constantijn Huygensprijs. Dankjewel. En dit is de bijhorende oorkonde. Dankjewel. Mag ik hem... Daar is hij denk ik voor, om hem te maken. Oh my god. Een oeuvreprijs. Een oeuvreprijs. Dan is de eerste vraag, hoe voelt dat nou, een oeuvreprijs? Wel, het is de eerste keer dat ik in termen van oeuvre begin te denken. En dat betekent meestal dat je op leeftijd bent. En dat heb ik nu ook beseft. En, maar ik ben er wel trots mee. Echt, ik ben heel erg trots erop. Omdat ik nu ook er nog meer van overtuigd ben dat ik nog veel meer vierkant mijn zin moet doen. Wat boeken betreft. Dus het is een aanmoediging om verder te doen wat ik doe. Zal ik je dan nog een beetje verder aanmoedigen met het juryrapport? Het leidt geen twijfel. Peter Verhelst heeft een adembenemend oeuvre geschreven. En het oeuvre moet blijven herschreven worden en door bloed. Ja, weet je, ik zie de stapel voor mij die ik heb geschreven en dat ik telkens zin heb om daar nog dingen mee te doen. Dus ik zie dat niet als een soort afgewerkt ding. Wat ik het liefst doe, is schrijven. Gewoon schrijven. Dus als ik het dan nog eens zou opnieuw lezen, wat eigenlijk nauwelijks gebeurt, dan heb ik gewoon weer zin om er dingen aan te veranderen, om verder te schrijven. Als een soort... Ik weet toen ik jong was dat ik hoopte dat het ooit een olievlek zou worden. En waar al die dingen een plek zouden in vinden, maar een soort bewegelijk ding. En dat is wat ik graag doe. Als ik bijvoorbeeld een soort bloemlezing moest maken van mijn gedichten. Als ik ze overtik, dan verander ik dingen. Toen je jong was, werd je ook al bekroond en aangemoedigd voor je werk. Uh-huh. Onder andere bijvoorbeeld voor Ton Kat won je al eerder de F. Bordewijk prijs. Hoe voelt dat om die prijs gewonnen te hebben? En hoe is het dat boek nu weer herdrukt is? Toen het uitkwam, op het moment dat het uitkwam, waren de reacties zo van... dat is wel een beetje een raar boek. Ik heb dat wel vaker gehoord. Wat een raar boek. Het is wel speciaal. Ja. En plots won ik een aantal prijzen daarmee. En vond het wel zijn weg. En nu plots... heb ik het wel opnieuw bekeken, omdat het een mooie uitgave is. En omdat het ook anders gezet is, waardoor het plots een boek van 400 bladzijden werd. Dat ademde. En ik heb er wat in zitten lezen. En ik herinner mij perfect waar ik was op het moment dat ik die dingetjes schreef. Ik had toen een zolderverdieping voor mij alleen. En ik herinnerde mij ook het videospelletje waarmee ik me telkens beloonde na een uur schrijven. G.I. Joe heette dat. Echt een totaal idioot, vrij primitief videospelletje. Maar ik heb er alleen goede herinneringen aan. Aan het schrijven van Tonkat. Dus ik ben heel blij. Je bent inmiddels ook rijkelijk beloond door anderen voor je oeuvre. Mm-hmm. Ik heb even geteld het aantal literaire prijzen dat je hebt binnengeharkt. Maar boven de 30, ik ben gestopt met tellen. Ja. Hoe voelt dat? Het went niet. Ik vind het is nooit genoeg. Ja. Maar ik ben blij. Weet je, ik ben geen bestseller-auteur. Dus het is goed dat prijzen bestaan. Omdat ze telkens het minder evidente werk, zoals wat ik schrijf, het wijkt een beetje af, telkens op een piedestalletje plaatsen. Waardoor het niet verdwijnt, dat werk. Dus deze prijs doet dat ook. Ja. Wat ik ook besefte toen ik je literaire prijzen telde, is je wint ook niet zoveel prijzen als je niet ook heel veel werkt. En je hebt nu die oeuvreprijs gekregen. Dit is eigenlijk maar een vrij beperkte stapel van jouw stapel boeken. Ik dacht, is Peter Verhelst... workaholic. Een workaholic. Maar dat is echt dat is mijn natuurlijke staat van zijn schrijven. Dat is ook mijn job, dus... Ik begin 's morgens te schrijven en als mijn vrouw thuiskomt, eten we samen. Als mijn vrouw weer gaat werken, schrijf ik weer. En als mijn vrouw gaat slapen, schrijf ik weer. Voilà.
ik doe niks liever. Dat is echt het, mijn meest natuurlijke manier van denken. Dus ik schrijf heel graag. Hoe beslis jij wat je dan gaat schrijven? Je hebt jeugdboeken, proza, poëzie, theaterteksten. Hoe beslist de workaholic wat vandaag... mijn computer. Ik tik mijn computer aan en daar verschijnt een bestand. En de bestanden staan open. En ik schrijf het liefst poëzie. Dat is mijn echt... Ik schrijf gedichtjes. Dat is wat ik doe. Dus ik neig... Ja, ik probeer dat altijd het als eerste te doen, omdat ik weet dat ik dan een hele leuke dag heb. En als dat niet lukt, dan probeer ik proza. En als ik geld nodig heb, schrijf ik voor theater. En als het niet lukt, laat je dan, ik vind het een moeilijke term, maar inspireren? Hou je inspiratie uit andere beeldkunsten vormen? Tuurlijk, absoluut. Maar ik haal sowieso inspiratie uit alles en nog wat. En ik heb ook het geluk om thuis samen te leven met iemand die ook creatief bezig is. Dus wij kijken de hele tijd. En alles, zelfs het eten, kan een inspiratiebron zijn. Alles, hoe iets in elkaar zit. Als je op de weg bent en je ziet iemand, je hoort iets. Alles is mogelijk studiemateriaal. En daarom hou ik er ook zo van, omdat het een manier van kijken en leven is voor mij. En ik zou ook niks anders willen. En daarom was het zo leuk ook om in theater te werken of samen te werken met regisseurs of met choreograaf, vooral choreograaf. Ik bedoel, het boekje dat nu net uit is, Lichamen, heet niet toevallig Lichamen. Ik heb leren kijken naar lichamen door te werken met Wim van de Keijbus, een van onze grote choreografen. En dat is wat ik het liefste doe, kijken. Ik wilde daar zo meteen nog even met je over praten. Nu bedacht ik iets anders toen je dat zei. En tussen trivia vraag tussendoor. Wat is het laatste kunstwerk dat je zo getroffen heeft, Beeldende Kunst, dat je het postkaartje ervan hebt gekocht in de museumwinkel? Ja, de Cristo Velato. De gesluierde Christus in Napels. Een waanzinnig beeld. Echt een schandalig mooi beeld. Het lijkt alsof de dode Christus onder een laken ligt, maar het is gewoon marmer. En je ziet dus dat uitgemergelde dode lichaam met wonden. En je weet niet wat er gebeurt. Het is echter dan echt. En dat is wat echte kunst kan. Een soort realiteit scheppen die heviger is dan onze realiteit. En daar is het boek uit ontstaan, Lichaam. Het liggende lichaam. En zo is er in de kunst een heel reservoir aan werken van dode Christussen. En dan heb je weer gewone lichamen enzovoort. Dus zo, dat is mijn inspiratie absoluut geweest. Dat is het begin van Lichamen. Mag ik zeggen, Lichamen, een prachtig boek. Ook een wat, misschien dat het woord door Christus nu in mijn hoofd komt, macaber en duister boek. Dat kan. Weet je, ik denk dat het is eigenlijk opgebouwd uit beelden. En daardoor onderscheidt het zich een beetje van vele andere boeken die psychologisch opgebouwd worden. Ja. Ik heb daar weinig last van. Ik gebruik beelden en ik geloof echt in beelden. Ik geloof dat er op die manier bij een lezer iets moet gebeuren. Je moet antwoorden. En waarmee antwoord je als lezer? Met je eigen ervaringen. Met je verlangens eventueel. Met dingen die gebeurd zijn. Beelden die je herinnert. En bij jou moet het blijkbaar macabere. In de macabere sector. Ik zag je verrassing. Maar het kan je toch niet echt verrassen dat jouw werk als best wel post-apocalyptisch aanvoelend kan overkomen op de lezer. Dat is absoluut juist, maar dat is het decor. Weet je, het heeft iets... Het is beïnvloed door wat we nu hebben meegemaakt. Het gaat eigenlijk over iemand die in een soort isolement belandt. Een soort eenzaamheid. Daarover heb je wat ik iets prachtigs vind geschreven. Zou je dat willen voorlezen? Ja. Dankjewel. Wat is de schil van eenzaamheid? Het vergeten is de schil van eenzaamheid.
Herinneringen die verharden en zo hard worden dat je er niet meer bij kunt. Wat is het vruchtvlees van de eenzaamheid? Herinneringen aan wat en wie je niet meer hebt. Wat is de pit van de eenzaamheid? Het besef dat wat je hebt je al ontglipt. Dat je mist wat je nu hebt. Dat je nu al rouwt om wie je omhelst. Dankjewel. Wat is echt een bijna dé plek waar je in isolement terechtkomt, zijn die abandoned places. Op internet zijn daar fantastische voorbeelden van te vinden, overal in de wereld. Totaal overwoekerde gebouwen. Je hebt dat uit de Maya-cultuur, maar je hebt het ook bij ons. In Europa. En ik wou er al zo lang iets over schrijven. Het is zo mooi om te schrijven. Dat soort plek. Een plek die weer veroverd wordt door de natuur. Wat, ja, dat staat ons allemaal te wachten over x aantal jaren natuurlijk. Ofwel zal het water zijn, ofwel zal onze cultuur ook weer overwoekerd worden. Een soort mythische plek dus. Lichamen, novellen en heel recente dichtbundel. Ik denk je meest recente. Ja. Speelt ook met die tijd, 2050. Ja. Ja. Kan dit boek een lezer somber maken? We leven dus in ongelooflijke tijden. Weet je, we hebben dus het gevoel dat er nu, dat wij nu op een tijdstip leven waarop er beslist wordt over onze toekomst. Of er nog een toekomst zal zijn, et cetera. Dat is natuurlijk het gevolg daarvan. En weet je, waarschijnlijk ben ik daar gevoelig voor. Tonkat bijvoorbeeld is ontstaan na de Balkanoorlog en de Dutroux-affaire in België. Niet de vrolijkste dingen. Dus kreeg je een soort apocalyptisch boek. 2050, we weten allemaal, in 2050 moeten wij een aantal doelen, klimaatdoelen halen. Ofwel gaat het om zeep gewoon. Ja. Dus ja, als je dan een boek schrijft, 2050, natuurlijk heb je dan die mogelijkheid dat het echt apocalyptisch wordt. En blijkbaar ben ik daar gevoelig aan. 2050, gedichtenbundel. Die begint behoorlijk romantisch eigenlijk, met een safraankleurige lucht. En naarmate we wat verder komen, wordt het toch allemaal iets minder romantisch en duisterder. Met het titelgedicht 2050 in het midden als hele klare, stellige taal. Zou je dat willen lezen? Absoluut. Dank je. 2050. Vertrouw niemand ouder dan 30. Het gevoel onherroepelijk een lijn te hebben overschreden. We gedragen ons alsof we elke seconde de schuldige zullen vinden. Recht te hebben op wat je voelt en dat uit te spreken. Weet je nog hoe ik mijn gezicht afwendde en huilde? Koester je permanente staat van paniek, jouw shut the fuck up boomer. Zolang je panisch bent, voel je dat je leeft. De vraag is niet of, maar wanneer. Hoor je het, snowflake? Onafwendbaar tikken de dominostenen. We bidden om een catastrofe omdat we ons niet kunnen voorstellen dat de wereld na onze dood blijft voortbestaan. We willen gevraagd worden iets groots te doen. Lachband. Terwijl we ijlings de straat uitvluchten, schroeft een tornado zich in het asfalt en begint de stad open te breken. Wat is het meest optimistische scenario? We zullen op de top van onze rots zitten, buiten het bereik van gevaar en zijn onreine lichamen. Omringd door zwart water en zijn onreine lichamen. Alle dagen zon op de onreine lichamen. Onze rots is de strengst beveiligde ter wereld. Veiligheid onze religie, ommuurt ons heiligdom. We laten dat besef door ons systeem gaan en dansen erop. Het vriendelijkste scenario is dat we doen alsof we krankzinnig zijn, om het niet te worden. Elke crisis is alleen maar een voorbereiding op wat ons te wachten staat. Vrolijk. Ja. Dus de algehele crisis is op komst. En om de pil een beetje te vergulden,
een optimistisch einde. Heel graag. Het zijn eigenlijk vier gedichten waarmee ik een soort hoop in installeren voor wie na ons komt. Want die zijn de sigaar natuurlijk. Ja. Graag geef ik je armen om de wereld te vangen als die omvalt. Armen om te omarmen wie moet worden vastgehouden. En om zelf omhelst te worden op sombere dagen. En armen om jezelf te dragen. Om met jezelf in je armen op de eerste zwaluwen te wachten. Zelfs als die niet komen. Bloed dat door je aders eilt, tot je op een dag of op een nacht weer, zonder dat je het beseft, dat je weer dat diep inademen, die glimlach, dat uitrekken van armen en tenen, eindelijk weer. Een zwaluw als een beweeglijk vlammetje, na een jarenlang donker. Ja, het is echt fucking goed, man. Ongelooflijk prachtig. Ik dank je voor een heel erg fijn gesprek. Ja. En ik feliciteer je nogmaals met de Konst en Hagensprijs. Ja, dankjewel. Bedankt. Bedankt. Dit waren ze weer, de Haagse Literatuurprijzen. Volgend jaar weer en wij hopelijk ook. Blijf je in de tussentijd verwonderen en verbazen op literatuurmuseum.nl en blijf vooral lezen.